wateroverlast. De rondweg in Wezep-Noord, ja, heel Wezep-Noord, liep er echt meteen vol water bij de bui. Ik kom nu net terug uit Zwolle. Het water is hier nog niet allemaal weg, maar zo. Ik heb hier 20 minuten geleden was het niet te doen. Dan ben ik benieuwd hoe het er zo meteen op de Noordsingel uitziet. Kijk eens, het is net hier. Wat heftig. Nou, dit is Wezep-Noord. Er staat echt alles blank. En dit is dan nog de Schaapmanhof. Die ligt net ietsje hoger dan de Noordsingel. Maar de Noordsingel die ligt helemaal vol water. Ik kwam net met de auto aan. En die sloeg ook af in het water. Die ging er geen streep meer vooruit. Dus daar moest ik moeite voor doen. De woning zelf. Dit is de stand van zaken. Maar de Noordsingel, die, dat is een rivier. En wees op Noord de Rondweg. Dit is de Schaapmanhof in Wezep, Wezep-Noord. Maar je hoort het al, ik loop hier door het riviertje en de Schaapmanhof die ligt al iets hoger dan de Noordsingel. Maar ik loop nu al snel tot aan mijn knieën en dat moet nog dieper worden. Nou, hier gaat het een stukje omhoog. Dat wil dan nog wel, maar we staan de huizen net ietsje hoger, maar de rondweg om Wezep-Noord heen. Daar, tijdens de bui ging ik weg, maar ik kon geen hand voor ogen zien, het was allemaal water. En hier staat, kijk, dat is de oprit de wijk in. Ik krijg een golfslagbad. De Noordsingel in Wezep, Schaapmanhof. Ze hebben ze nu nog ingevoerd en rond minuten met die jank op niveau met ze echt kunnen inzetten. Zo. Zie je nog? Ja, rustig aan. Rustig. Thank you.
joh, de kut in de riet. Dat is allemaal met die auto moeten gaan rijden, hè? Leuk. Ja, jong bitch. Ik heb nog een paraplu in de auto. Nou, het is nog druk in Wezep Noord. We hebben gemak wel de haven beginnen hier. Het loopt toch helemaal niet meer weg, hè? De... Zo, volle slagbad hier. En door fietsen. Kom hier trappen. Oh, dat is het wel. Huh? Die fiets in de trap nog weer. Oh, die niet, die rechts is het niet. Hey, rechts is het niet, maar die moet stellen worden. Ik weet die trap nog weer. Zo een zwemmen eigenlijk. Wat is het hier? Is hier een morgen of hier een morgen net? Was net een bliksemschip. Mooi kletsen. Ja, hè? Een vlucht of een vlucht? Een vlucht. Ja, ik heb een paraplu gepakt. Ja, een paraplu.